Goedemiddag. Ik ben gestopt met roken gisteren, dus vandaag is detoxdag. Oké, ik ben dus echt zo'n verslaafde, weet je wel, aan roken. Het is gewoon niet goed. Dus, en ik wil stoppen. Ik wil er aan stoppen. Het is gewoon niet goed. Het is gewoon niet goed. Het is nergens goed voor. Roken is nergens goed voor. Dat weet ik zelf ook wel. Maar toch blijven nou roken. Anyways, vandaag niet meer. En ik heb dus besloten, want ik heb vandaag vrij, dat ik gewoon lekker alleen ga zijn. Ik ga lekker in bed liggen en ik ga films kijken, series kijken. En ik heb allemaal chips gekocht en chocola. En het mag vandaag allemaal, als ik maar niet rook. En weet je wat het is? Ik ben zo iemand... Wat heb ik hier nou weer? Dat is zo gek, hè? Dan ben je aan het vloggen en dan zie je opeens iets geks op je gezicht. Wat is dit? Oh no, I'm gonna die. Ik heb dus sinds ik door die teek gebeten ben, weet je wel, vorige week? 2 weken geleden? Ik moet dus opletten op symptomen de komende 3 maanden. Nou ja, dus daar let ik een beetje op. Ik ben er niet elke dag mee bezig of zo. Weet je wel, maar opeens denk ik, oh nee, een vlek. Oh nee, ik kom van die teek. Anyway, ik wilde dus alleen zijn en niks doen. Gewoon... lekker films kijken. Want ik heb het eerder gemerkt, als ik probeerde te stoppen met roken, dan zat ik dus... Je hoeft maar een klein iets te hebben, hè, wat je irriteert of zo. Bijvoorbeeld, je gaat boodschappen doen en dan sta je er in een vet lange rij en dat irriteert je dan. En dan denk ik wil een sigaret. Het is gewoon echt zo, dat is gewoon echt zo. Of je bent met iemand en je hebt een woordwisseling en dan gaat niet, weet je wel, er is iets. En dan denk je, ja, oké, ik ga sigaretten. Zo snel gaat het bij mij. In de eerste dagen dat je stopt met roken, weet je wel, dat je wil stoppen met roken. Dat bedoel ik. Niet dat ik dat altijd heb of zo, van, oh, ik wil altijd maar een sigaret. Ik doe hierop, want ik ben dus vaker gestopt met roken, geprobeerd. En dan is alles heel snel te veel en dan wil je gewoon een sigaret. En je zoekt de excuus ook, denk ik hoor. Ik weet het echt niet hoe het werkt. Anyways, vandaag is niet. Zat ik net, anyway. Ik lig in bed. Ik ga lekker films kijken en eten. En ook nog gewoon, kijk, ik heb dus chips gehaald en chocola en zo. Voor als ik daar gewoon behoefte aan heb, dan heb ik daar gewoon lekker behoefte aan. Maar ik heb ook nog een heerlijke smoothie in. Ik heb net lekker ontbeten met havermout. En het is gewoon lekker. Want ik ben ook goed bezig, jongens. Ik ben goed bezig met goed eten. En ik ben ook aan het afvallen al. Dus, good thing. Maar goed, we gaan het zien. En er zijn mensen die zeggen van, je moet niet stoppen met roken en gelijk heel erg gezond eten of zo. 2 grote veranderingen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Waarom? Omdat ik ben niet geswitcht, hè. Van, nu eet ik alleen maar groen. Weet je wel, ik eet dus nog steeds ook niet goede dingen. Ik wil een lifestyle change maken. Dat ik langzaamaan gewoon eet wat ik wil. Wat ik echt mijn lichaam wil geven. Maar... ik vind het ook lekker gewoon. Het kost me geen moeite, snap je? En I don't beat myself up als ik dus wel een keer chocola eet of zo. Of chips eet. Dat doe ik ook gewoon. Anyway, ik wil juist, ik denk juist ook dat het goed helpt. Als ik nu eens stop met roken, dan is mijn lichaam zo van, hey, where the fuck is the nicotine? Give it to me now. En mijn hersenen, psychisch bedoel ik dan, ook zo van, hey, where the fuck is mijn verslaving? Give it to me now. Als ik dan echt alleen maar chips ga eten of alleen maar brood en gewoon geen verse dingen, geen echt groen en fruit en we zullen gaan echt eten, dan denk ik dat het moeilijker zou zijn. Ik denk dat het makkelijker wordt als je... bemoei met je eigen zaken. Ik denk dat het makkelijker wordt als je ook dus ook gelijk goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Want dat helpt je weer met de detox en zo. Dat denk ik, dat vind ik. Mag ik vinden, het is een vrij land, jongens. Dus, dit wordt een detoxdag. Ik hoop dat het oké gaat. Ik heb dus net gegeten en ik heb nog niet zwaar de behoefte aan een sigaret. Wat ik normaal dus altijd heb na elke maaltijd, een echte maaltijd. En ik heb dus net echt havermout gegeten. So that's good. Komt goed, jongens. Hoop ik. Ik hoop het. Ik ga lekker films kijken. Ik weet nog niet welke film. Maar dat zien we straks wel. Hey, het is alweer avond. Ik heb lekker filmpjes zitten kijken in bed. En ik ben uiteindelijk in slaap gevallen. Ik heb een paar uur geslapen zo. On and off, wakker worden niet en zo. En dan steeds weer. Ik wil een sigaretje. Misschien kan ik toch wel 1 sigaretje nemen. Waarom kan ik niet 1? Weet je wel, ik kan toch best wel parttime roken. Ik kan toch gewoon een sigaretje doen en dan. No, bitch! Jij kan niet parttime roken. Nee, ik zit dus een beetje echt wel af te kicken hier zo. Niet zo erg hoor, maar... weet je wel, dat de hele tijd gesprek is met jezelf. Van, ik kan toch wel 1 sigaretje doen of zo. Of ik heb er juist niet zo'n last van. Dan gaat het goed en zo. En het is een grappig, interessant proces. Maar nu is het laat. En ik heb al een hele tijd niet gegeten. Niet dat ik gezond aan het eten was. Want ik was lekker chips aan het eten en zo. Donker, donker, donker. Dus ik ga nu even lekker de smoothie maken. Ik had toch gisteren een smoothie met andijvie gedaan. En ik had nog niet verteld dat het lekker was. Het was heel lekker. Ik dacht dat andijvie niet zo lekker zou zijn. Maar het was wel lekker. Ik vond het wel te doen. Dus ga ik nu weer maken. Want ik heb dus nog een hele zak andijvie. Oké. En dan ga ik gewoon lekker weer in bed liggen. Want bed is vandaag mijn huis. En slapen is mijn way of
de tijd verder laat gaan. Terwijl mijn lichaam de nicotine loslaat. Moet wel douchen trouwens, want mijn haar is vet. Boe, het is nog niet eens 9:30 en het wordt al donker. Kijk. Nou, dat ziet er nog best licht uit eigenlijk op de camera. Maar zoals je al zag, bij mij, zie, het wordt al donker. Aan de ene kant hou ik dus van de herfst. Ik vind het hartstikke leuk en gezellig en zo. Maar dat zo vroeg donker vind ik toch wel... Het ruikt lekker. Ik vind het lekker om voor mijn open raam te zitten. En gewoon chillen. TV kijken bij de buren. Daar zitten buren en ze hebben echt een gigantische tv. En tv? Ze hebben een gigantische tv. En die richt zich zo naar het balkon, zeg maar. Ik ga weer een filmpje kijken. En chips eten. Kijk, ik heb een lekkere mix. Patatjes en chippy toast. Patatchips en kaaschips. Lekker. Ik ga er keihard van genieten. Ja, jongens. Stoppen met roken. Begin er niet aan. Begin er gewoon niet aan. Doe het gewoon niet. Hoi, het is nu in de nacht. Het is 1:00 s'nachts. En ik ga weer gewoon echt slapen. Ja, het was wel een goede dag. Het was wel een goede dag. Ik ben benieuwd naar morgen. Morgen ga ik wel gewoon dingen doen. Ga ik niet de hele dag in bed liggen. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, ik ga slapen. Slaap lekker. En tot morgen. Doei.